Dank u wel. De minister zei dat de reactie van Israël in lijn met internationaal recht moest zijn in de ogen van de regering. En dat het internationaal oorlogsrecht moet worden gerespecteerd, of in ieder geval in acht moet worden genomen. Maar is zij het met mij eens dat het afsluiten van drinkwatertoevoer in algemene zin in strijd is met het internationaal oorlogsrecht? De minister. Nee, zoals ik aangaf ben ik wel echt bezorgd over deze ontwikkeling. Vind ik het vanuit Nederland en dat ook belangrijk om alle partijen aan te spreken om te handelen binnen in lijn met het internationaal oorlogsrecht, internationaal recht en ook onschuldige mensen en ook hulpverleners te ontzien. Maar zoals het werkt in het humanitair oorlogsrecht, is het zo dat partijen onderling met elkaar ook uiteindelijk bepalen of er wel of niet een schending van is geweest. Maar mijn bezorgdheid en het uitspreken daarvan en ook het oproepen tot een humanitaire corridor, dat doe ik wel. Aanvullen, de heer Baudet. Ja, nee, maar Israël heeft aangegeven dat ze de drinkwatertoevoer willen stoppen of gaan stoppen. Elektriciteit is helemaal stopgezet. Andere toevoer is van levensmiddelen, van medicijnen, is allemaal helemaal gestopt. Daar kan toch geen twijfel over bestaan dat dat in strijd is met, voor zover je het oorlogsrecht erkent, of voor zover je internationaal recht erkent, dat is volgens mij onweersproken in strijd daarmee. En volgens mij, ik zou het leuk vinden als de minister dat gewoon in algemene zin wil erkennen, dat zo is. De minister. Ik heb echt zorgen over deze ontwikkeling, daar spreek ik me ook over uit. Ook de nadrukkelijke oproep om tot een humanitaire corridor te komen. Maar zoals het werkt met het humanitair oorlogsrecht, is het in eerste instantie aan partijen zelf ook om onderzoek te doen naar de vermeende schendingen daarvan. En kan je nu niet, terwijl het conflict zich ontwikkelt en eigenlijk nog fluïde is, al beoordelen en veroordelen dat dit een schending van het humanitair oorlogsrecht is. Maar de bezorgdheid, die deel ik.